Het is nu maandagmiddag net en we zijn nu onderweg naar Avion. Echt een hele leuke stad, zijn we heel erg vaak geweest, maar de vorige keer was al 5 jaar geleden. En Vincent is er nog nooit geweest, dus voor hem is het allemaal heel erg nieuw. En daar heb ik ontzettend veel zin in, want Avion is altijd heel erg leuk. En we zijn er al bijna, want we moeten nog een kwartiertje rijden, zo te zien, volgens de TomTom. Dus ja, daar heb ik zin in. Kijk, deze hele stad is gewoon omringd door muren. Echt wel heel erg vet. We zijn dus inmiddels aangekomen in Avion en we lopen hier nu al eventjes rond. Maar we moeten per se eerst naar het terrasje toe. Dat is best wel zwaar voor Katie en ik, want we zijn er langs de Zara gekomen. En Sephora. Sephora, Lush. Ja. En H&M en Jennifer, maar goed, dat kan ik me niet heel erg niet voor interesseren. Maar die Zara en Sephora en Lush waren wel heel erg aantrekkelijk. Ja. Maar goed, er is ons beloofd dat we op de terugweg langs mogen. Als dan we niet alle goodbyes al weg zijn. Nafnaf, dat is ook wel leuk. Kijk, nafnaf. Ik kan hier goed winkelen, geloof ik. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook wel verlang naar het terrasje hoor. Ik heb een beetje volle blaas ook. Ook wel. Zo, we hebben een terras gevonden. En dit is dus een medium bier. Het is gewoon een trofee. Nou, Katie en ik zijn nu zelf maar eventjes aan de wandel. We hebben onze ouders en Vincent achtergelaten op het terras. En dan gaan wij zelf eventjes naar winkels toe. We zijn net naar de Sephora gegaan. Ja, yeah, Katie heeft gescoord, maar ik niet. Ik wou wel, want ik had echt een vet mooi palet van Too Faced gezien. Natural Matte Eyes of zo. Opper de Pop. Ja, Opper de Pop. En ik wou nog de Primer Potion van Urban Decay. Guess what? Opper de Pop. Ja, dit is Just My Luck. Oh, kijk, Lush. Wil je een Lush? Nee, Sarah. Ja. Oké. Okay. Dus ja, nu gaan we op naar de Sarah, maar ik ben wel een beetje sad eigenlijk. Oh. Ja, ik vind het echt niet leuk. Want eigenlijk wou ik eerst Naked Basics. Totdat ik die van Too Faced zag, die vond ik eigenlijk nog mooier. En nu wil ik die Naked Basics niet meer. Ik ga niet genoegen nemen met de tweede keus. Dus ik hoop dat hier nog eens ergens een Sephora zit. Dan moet ik er gewoon snel even induiken om te kijken of ze die hebben. Nou, we komen net bij de Zara vandaan. En ik ben wederom niet geslaagd en Katie wederom wel. Nou ja, alleen maar een t-shirtje trouwens. Maar de sale viel zwaar tegen eigenlijk. Dat was dat was behoorlijk wat weggeroofd, geloof ik ook. Het is ook volgens mij, er staat overal op de ramen dat dit de laatste sale dag is. Ja. Dus ja. Dat werd niks. En er zitten hier allemaal bedelaars. Ja. Een beetje scary eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja, ik weet niet. Ik ben zo bang dat ze me aanklampen of zo helemaal. Dat ik hier met mijn camera loop en lijkt waarschijnlijk een rich bitch of zo. Ja. Maar goed, we gaan nu weer op naar mijn ouders en Vincent. Lush. Ja, Lush. Je draait hier naar Lush. En hopelijk hebben zij honger, want ik heb honger. Ik heb echt honger, joh. Ik heb echt zin in wat. Dus we'll see. We hebben net eventjes wat gegeten en nu lopen we verder. En ik word gelijk, weet je, ik word er wat nostalgisch van. Zo, dat bedoelde ik. Want hier zetten mijn ouders, Kelly en ik, vroeger altijd in. En onze nichtjes, zoals die mee waren. En dan zaten ze zelf bijvoorbeeld hier of hier. Lekker te drinken. En wij de hele tijd in de draaimolen. Hier hebben we de trekpleister van Avion. Het paleis van de pauzen. Daar zijn we vroeger ook wel eens een keer in geweest. We hebben echt een hele dag zoet mee met het hele ding doorlopen. Dat is wel heel erg mooi. Je ziet, al die Chinezen die dragen zo'n parapluutjes met zich mee, gewoon tegen de zon. Je raakt elkaar natuurlijk niet kwijt als je allemaal van die parapluutjes bij je hebt. Daar hebben we Jezus. En een heel mooi uitzicht. En hier hebben we de half afgemaakte brug Pont d'Avion. Zo, we betreden nu de Pont d'Avion. Snelweg. Kijk, ik vind het zo vet dat die hele stad gewoon bemuurd is. Echt heel veel historie hier. Hey, en weer een Chinees met een paraplu. Het gedeelte van de brug is nu afgezet en ik heb een vermoeden waarom. Kelly die wou namelijk toen per se, toen wij hier waren, op dat richeltje gaan zitten. Echt super eng. Het was nog heel erg klein. Nou, en nu staan we op de onderste verdieping van de brug. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het eigenlijk net zo leuk vond om te bekijken. Van verderaf, als erop. Ja.
Maar goed, we hebben gelukkig wel studentenkorting weer gefixt. Ook voor Vincent. We hebben ons wel heel wat bespaard deze vakantie zo. We zijn trots op onszelf als gierige Nederlanders. Stonden we op de muur. Tja. En daar zit nog een hekje. Thank God dat we daar niet in kunnen. Want dan voel ik me ook verplicht om daarin te gaan. Om het onderste uit de kant te halen van die 4 euro. Maar ja, dat kan gelukkig niet. Dus dan kunnen we weer lekker naar beneden schaduw opzoeken. Drinken. Het is wel een beetje warm vandaag, moet ik eerlijk toegeven. Zo, we zijn weer even op een terras beland. Kijk, het is echt super chill. Want hier zit een vernevelaar. Dus komt er gewoon water uit. Echt super lekker. Maar goed, ik heb een salade. Mama heeft ook een salade. En de heren hebben een pizza. En Katie heeft een croque monsieur. Vincent laat zich ook even van zijn goede kant zien. Perfecte schoonzoon, hè? Vincent heeft een heel lekker drankje, hè? Zeker. Mantelo. Volgens mijn moeder was dit lekker verfrissend, maar ik had het ook. Ik heb het heel snel weggedronken. Het smaakt naar... Mentos drink of zo. Ja, naar mentos, maar dan in... Nou, vies is een groot woord, maar ik ben ervan aan het genieten. Oh, dat is het. Dat is het. Nou, geloof maar, het was gewoon vies. Het smaakt naar mondwater / tandpasta drink. We zijn weer op de parkeerplaats en we gaan zo meteen weer naar de camping toe. Maar we moesten betalen en blijkbaar weigert dat ding Nederlandse kaarten te accepteren. En voor elke keer dat die niet is gelukt, hebben we een niet betaald bonnetje gekregen. Dus twee zelfs. Ja. 1, 2, 3. Oh, je krijgt 4 keer niet gelukt. 4 keer niet gelukt, oftewel 8 bonnetjes. Ja. Dat het niet is gelukt. Lekker, oh kijk. Dus heel milieuvriendelijk dit. En die man keek mij heel erg raar aan. Maakt niet uit. Zo, we zijn weer op de camping. En we hebben lekker patatjes gehaald voor Yam Yam. Bon appétit allemaal. Ja, en Kaylee, gadverdamme. Zo, we liggen inmiddels weer lekker in ons bedje. En daar was ik echt wel hard aan toe. Want ik ben echt gewoon dood op van vandaag. Het was heel erg leuk, maar het was best wel warm en we hebben veel gelopen. Nou ja, dat in combinatie maakt je echt best wel kapot. Ik kan niet wachten om morgen weer even in de rivier te jumpen, want we waren toch al te laat thuis om nog naar de rivier te gaan. Ja, wat niet kan, maar ik weet niet, ik ben dan toch een beetje bang voor rare beestjes en zo in het donker. Dus nee, dat zag ik niet echt zitten. Nou, verder hebben we net niet echt meer te boeiends gedaan. Gewoon eventjes zitten lezen en zo en... Niet eens naar voren gegaan, terwijl de karaoke is, maar gewoon echt heel erg moe. Misschien kan je dat zelfs op de achtergrond horen. Er is iemand dat liedje aan het zingen van I Will Always Love You. Heel mooi. Ja, wat we morgen gaan doen is natuurlijk eerst even zwemmen. Vet veel zin in. En in de middag eventjes naar de markt in Vlompondark. Vlompondark is dat dorpje hier vlakbij. Dus daar heb ik wel zin in. Dus ja, dan zien we mij morgen weer. Tot morgen. Doei doei.